Dit is het Omroep Tilburg Regio Nieuws van woensdag 2 mei. Met vandaag: bewoners Parousie Flat zijn het zat. Nieuwe verkeerszuilen in Goorle. Dit is echt een schande. Je ziet niet eens waar de liftknop zit. Dit is echt een schande, jongens. Echt. Niet normaal. Een bewoner van de Parousie Flat in Tilburg Noord schreef op de Facebookpagina van heel Tilburg in een groep zijn beklag over wonen in Breeburg. Dit is niet normaal. De flat zou slecht onderhouden worden door de woningcorporatie. Maandagavond was het de druppel. De verlichting in de hal was uitgevallen. S'nachts zijn meestal de lampen uit. Want dan hebben ze aan die schakelaar gezeten. 2 weken of 3 weken voordat ze de verlichting weer inschakelen. Voor de bewoners is het vooral vervelend dat zij het gevoel hebben dat de woningcorporatie er heel laks mee omgaat en het allemaal te lang duurt. Nou kijk, wat er natuurlijk wel eens gebeurt, mocht een sensor niet goed werken, dan hebben wij natuurlijk de mogelijkheid om hem handmatig aan te zetten. Ja, dan branden de lampen langer of gaan wat later aan dan men misschien gewend is. Zodat als het gaat om renovaties en werkzaamheden, dat er een richtdatum is wanneer er gestart wordt. Ja, dat kan altijd wel iets uitlopen. Wonen Breeburg laat aan onze redactie weten dat ze binnenkort aan het flatgebouw werken en het gebouw zullen verven. Bewoners hopen dat Wonen Breeburg het pand beter zal onderhouden en dat er spoedig verandering komt. De achterstand van de onderhoud, dat is heel slecht hier. Want in 1994 hebben ze dit gerenoveerd en verder is er helemaal niks meer aan gedaan. Dus vanaf 1 april af zou het begonnen moeten zijn, maar er is niks gebeurd. Bij de Tilburgseweg in Goorle zal op de parallelwegen nieuwe verkeerszuilen geplaatst worden. Dit moet ervoor zorgen dat de weg fietsvriendelijker wordt. De aanpassingen zullen in de zomer van start gaan. De bedoeling is om met behulp van de zuilen de parallelwegen zo vorm te geven dat het fiets- en gemotoriseerd verkeer van elkaar gescheiden blijft. Tot slot nog het weer. Vanavond zal het regenen. Morgen zal de zon zich meer laten zien. Het wordt maximaal 15 graden. Dit is het Omroep Tilburg Regio Nieuws van woensdag 2 mei 2018. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.omroeptilburg.nl.